Dit is Bibi Huskens. Ze is onderzoeker en GZ-psycholoog bij Dr. Leo Kannerhuis. Bibi doet onderzoek naar de Pivotal Response Treatment. Kortweg de PRT-behandeling genoemd. Een van de weinige methodes met bewezen effecten. PRT is gebaseerd op de principes van de toegepaste gedragsanalyse. Ook wel bekend als de ABA, Applied Behavior Analysis. De basisgedachte is, verander gedrag in de natuurlijke omgeving door uit te gaan van de motivatie van het kind. Nou, Pivotal Response Treatment gaat uit van kerngebieden, het stimuleren van bepaalde kerngebieden, pivotal areas, kerngebieden. Je stimuleert die gebieden in het alledaagse leven. Eigenlijk maken we dat zelf ook mee, hè, van bijvoorbeeld vanmorgen. Op het werk wilde ik post uit het postvak halen. Ik kom bij de receptie en daar ligt de sleutel niet. En ik heb zelf geen sleutel van het postvak. Dus dan moet ik het vragen aan de receptioniste. En op dat moment was ik in gesprek met iemand anders. En moet ik storen in het gesprek en initiatief nemen. Ja, mag je in de blauwe bak? Mag ik even storen? Ik ben op zoek naar de sleutel van het postvak. Oké. Kijk eens. Dank je. Dus mijn motivatie die ligt in de vraag om de sleutel. En ik moet zelf dat initiatief nemen, omdat de receptionist op dat moment bezig is en niet aan mij de vraag stelt van, Bibi, wat is er? Nou, in de behandeling, in de PRT-behandeling, daar creëer je eigenlijk door het hele dag heen zulke leermomenten. Stel, een ouder speelt een spel met een kind. Het kind is aan de beurt. Ondertussen heeft de ouder de dobbelstenen ongemerkt in zijn hand genomen. Het kind moet nu vragen om de dobbelstenen. De ouder geeft ze vervolgens. Normaal hadden de dobbelstenen op tafel gelegen. Het kind had ze gepakt en er niet om gevraagd. Dit is een leermoment. Het kind ervaart dat het stellen van een vraag succes heeft. PRT is van oorsprong ontwikkeld eigenlijk voor jonge kinderen met autisme. Dan hebben we het over een leeftijd van 3-4 jaar, voorschoolse leeftijd. Wij zelf binnen het Dr. Leo Kannerhuis zetten het ook in voor kinderen in de basisschoolleeftijd. En dat is ook een van de vragen die we hebben binnen onze onderzoeken. Past het daarbij, ja of nee? Wij denken van wel. En ook als je kijkt in de literatuur rondom PRT, dan wordt eigenlijk gezegd dat PRT toepasbaar is gedurende de hele levensloop van mensen met autisme. Dus het kan eigenlijk meegroeien met het kind met autisme na volwassenheid. Kinderen met autisme maken veel faalervaringen mee. Dankzij de PRT-methode ervaren ze juist veel successen. Ze ervaren dat als ze een actieve vraag stellen, ze voor elkaar krijgen wat ze willen. Ook de ouders ervaren successen, omdat ze zien dat hun kind initiatief neemt en gemotiveerd is om iets te bereiken. Er zijn nog een aantal vragen. Hè. Bijvoorbeeld, als ik het heb over die succeservaringen, dan kun je ook afvragen van ouders die zelf die vaardigheden, die PRT-technieken toepassen of op groepen sociotherapeuten die het toepassen, dan is de vraag hoe kun je die vaardigheden eigenlijk behouden? Want als je dat bijvoorbeeld in een loop van tijd na een jaar training, als je dat toepast, in hoeverre pas je het dan nog steeds echt adequaat toe? En nou, dat is een vraag die we hebben binnen het onderzoek, maar we hebben ook bijvoorbeeld een vraag van die generalisatie die er plaatsvindt naar die verschillende situaties, vinden die ook plaats naar verschillende gebieden? Want dat is iets wat vanuit de PRT gezegd wordt. Hè? De kinderen leren niet alleen om initiatieven te nemen, maar gaan ook nog ander gedrag meer laten zien. Met ander gedrag wordt hier bedoeld betere vaardigheden op het gebied van taal bijvoorbeeld. Of een verbetering van de zelfredzaamheid van een kind, zodat het beter voor zichzelf kan zorgen. Werkt PRT bij alle kinderen even goed? Ook dat wordt onderzocht. Werkt PRT bij bepaalde kinderen beter dan bij andere kinderen? En hoe ziet dat dan eruit? Zijn er bepaalde kindprofielen bijvoorbeeld te achterhalen? En ook, is het zo,
ja, als ouders het zelf moeten gaan toepassen in het dagelijks leven of de sociotherapeuten, zijn er ook daarbinnen bepaalde factoren die maken dat een ouder of een sociotherapeut het beter kunnen toepassen dan de ander. De PRT-methode is veelbelovend. Onderzoeken laten positieve effecten zien. Wat is het maatschappelijk rendement op termijn? Nou, het maatschappelijk rendement is dat de kinderen leren om de initiatieven te tonen. De ouders die hebben en de leerkrachten die hebben de technieken geleerd, waardoor het systeem eigenlijk rondom het kind zorgt dat die leermomenten ook gecreëerd blijven, waardoor de kinderen eigenlijk minder hulp nodig hebben van de hulpverleners en het systeem het zelf kan oplossen. Daarnaast zit in PRT ook zelfmanagement, dus de cliënt zelf, het kind met autisme zelf, leert ook om zijn eigen gedrag te controleren en bij te sturen.